Mijn gast is acteur, maar schrijft en ontwikkelt de laatste jaren ook zelf series. En met succes. Zijn laatste hit is te zien op Videoland, de serie Sleepers. Dat is de perfecte plek om die jongen onder de grond te stoppen. Weet ik veel. Hoezo? Jij bent toch de regisseur? Jij weet toch wat de perfecte plek is om die gozer even te begraven? Natuurlijk niet, domme lul. Als iemand begraven wordt op de perfecte plek, dan vinden we die toch niet? En hoe gaan we hier een gat graven dan? Ga je dat met het lulletje van je doen? Jongen, ik heb Hans Kassan gebeld. Die komt met zijn moeder een gat toveren. Nou goed, hier. Ja, en hierna wordt het gewelddadig. Dan geeft die ene die andere een schop. Laat je horen voor Robert de Hoog. Hey, Klaas. Wat goed dat je er bent. Heel leuk om er te zijn. Nou, wat fijn. Hoe gaat het met je? Slecht. Wat? Nee, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Gelukkig. Ja. Want je hebt meteen in de deur, met de deur in huis te vallen. Je hebt een leuk nieuwtje meegenomen. Ik heb een heel leuk nieuwtje meegenomen. Ja? Sleeper seizoen 2 staat nu helemaal op Videoland. Kan je in één keer kijken. Maar ja, we gaan ook seizoen 3 maken. Hey. Ja. Alright. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Even voor de mensen die misschien het nog niet hebben gezien. Die moeten het gaan kijken. Ja. Het heet Sleepers. Het is dus niet alleen, jij speelt er niet alleen in. Maar je hebt het ook bedacht. En je schrijft het. En je regisseert alle afleveringen. Nee, ik regisseer het niet. Helemaal. Oké, maar wel geschreven. En je bent de showrunner. Ja, het is echt jouw project. Ja, ik ben hier eigenlijk 6 jaar geleden mee begonnen. En nu gaan we dus naar het 3e seizoen. Wat geweldig. Ja. En wat is een sleeper? Een sleeper gaat eigenlijk terug naar de tijden van Klaas Bruinsma. Dat was een hele grote crimineel in Nederland. En de roddel ging daarover dat hij jonge jongens heel veel geld betaalde om naar de politieacademie te gaan, om dan later aan hem informatie door te geven. Ah. En onze serie gaat over een jonge jongen die opgroeit in een slechte wijk van Utrecht, wordt opgevoed door 2 criminelen die hem naar de politieschool sturen, zodat hij informatie kan doorgeven. Ja, het is echt een crime, zo noemen ze dat toch? Crime. Het is crime. Het is een crime. Echt een echte crime. Ja, ja, ja. Heb jij een fascinatie voor crime? Ik heb wel een fascinatie voor crime. Ja, ja. Ja, zeker. Wat is jouw fascinatie voor crime? Ja, wat ik me heb met crime is dat... Hoe lang houden we dit vol? Maar, okay, ja. Mijn vader werkte vroeger bij de politie. En die kwam toen best wel vaak met spannende verhalen thuis. Dus ik denk dat ik toen dat er iets is getriggerd bij mij voor crime. Ja. En later ben ik dat weer verder gaan onderzoeken. Toen heb ik me heel erg verdiept in de onderwereld. Heb ik van alles gelezen en met mensen gesproken. En toen dacht ik van, ik wil ook zelf dingen maken. En toen kwam dit idee. Wat leuk. Ja. En heb je iets met de onderwereld? Ken je mensen uit de onderwereld nu ook? Zit je er een beetje in? Ja, ik zit heel diep in de onderwereld. Ja. Dat wil ik vandaag ook bekendmaken. Oh, wat leuk. Ik heb ooit wel een hele grote crimineel ontmoet. Ik heb daar verder persoonlijk niks mee. Maar ik liep een keer door Amsterdam en toen voelde ik opeens een hele zware hand op mijn schouder. En toen keek ik om en toen stond opeens Willem Holleder achter mij. Oeh. Ja, dat dacht ik dus ook. Maar ik was helemaal... Ik dacht echt van, oh, dat is Willem Holleder. En hij zei meteen tegen mij van, hey, je woont toch ook hier in de buurt? En ik dacht gewoon niet van, nee, niet. Ik zei gewoon, ja, ik woon hier ook. En toen zei hij van, nou, dan gaan we een keer een biertje drinken. Toen zei ik, ja, is goed. Oh. En toen liep ik weg en dacht ik echt, oh my god, nee, wat heb ik gedaan? Hoe kom ik hier uit? Nou goed, nooit meer iets van de beste man gehoord. Nee, de beste totdat man. Ik... Ja, okay, ja. Ja, 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 goed, ja. Van de man, ja. Ja, van de man. Ja. Totdat ik een keer in een restaurant zat te eten met iemand. En ik kende die persoon die tegenover me zat niet heel goed. Maar nou, we hadden gewoon een leuk etentje. En op een gegeven moment verschijnt Willem Holleder achter de persoon met wie ik aan het eten was. En die zegt tegen mij, godverdomme, wanneer gaan we nou bier drinken, jongen? En ik zie diegene dit doen. En ik heb nog nooit iemand zo doodbang naar mij zien kijken. Ik heb ook nooit meer iets van die persoon gehoord. Nee. Oh, wat vreselijk. Ja. Wat grappig. Dus zo ver ga ik in de onderwereld. Ja, ja. 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 Snap ik. In aflevering 1 van dit seizoen, ik heb een stukje gekeken, wordt, mag ik ook wel spoilen, want aflevering 1 wordt meteen een vinger afgeknipt. Ja. Met een tang. Ja, en dan wordt de tong uit iemands mond gesneden, ja, en een sigarettenpeuk op iemands... We gingen hem ook nog waterboarden, maar dat hebben we daar uiteindelijk heerlijk uitgehaald. Ja. Maar, ja, maar ik zat me wel af te vragen, want ik wilde dat zien, natuurlijk, want het is spannend, maar ik zit ook zo. Dus ik denk toch, wat is dat dan in mensen dat je dus... Jij wil dat maken en mensen willen het zien, maar ook weer niet. Wat is dat voor spanningsveld?
Nou, ik vind het heel leuk. Als ik zelf naar series kijk, wil ik heel graag iets meemaken. In plaats van dat ik gewoon op de bank zit en dan, dat het aan me voorbij gaat. Ik wil dat het iets met me doet. En ik wilde ook niet het geweld romantiseren in die zin dat ik het wilde laten zien hoe het realistisch is. Dus dat het ook niet fijn is en dat het niet leuk is. Maar dat het wel dus een extra kijkervaring geeft, waardoor je iets meemaakt. Een trauma oploopt eigenlijk. Ja, ja, leuk. Ja. Misschien de volgende mensen een soort van, zeg maar, ook tijdens de serie pijn doen of zo. Terwijl ze kijken. Ja, via een app of zo. Ja, zoiets. Ja, ja. Een goede crime. Ja. In hoeverre, ja, ik heb al een beetje een vermoeden, maar in hoeverre lijkt het personage dat jij speelt op jouw eigen leven? Heb je er... Nee, dat staat heel ver van mij. Ja? Ja. Wat ben jij voor mens zelf? Ik ben echt iemand die zich nu al verheugt op dat zondag een nieuwe aflevering van Heel Holland Bakt komt. Oké, ja. Maar ja. Je doet toch wel iets, kom op. Je bent vast, je hebt heel veel crime gekeken en je vader was politieagent, je hebt vast wel iets... Iets, een klein ondeugend dingetje wat je wil delen. Ondeugend. Ik ben heel vaak ondeugend geweest. Ja, ja, ik ben bijvoorbeeld... ik ben een heel groot voetbalfan. Ik ben een Ajax-supporter. En toen... Nou, sorry. Laat hem even uitpraten. Laat hem even vallen. En ik wilde vroeger altijd naar de arena, maar ik had geen seizoenskaart, ik kwam er niet binnen. En toen dacht ik gewoon, ik ga gewoon eens een keer in een auto naar de Slagboom rijden waar spelers naar binnen rijden. En dan zeg ik gewoon... Ik ben de broer van Jan Vertonghen. En ik moet zijn auto hier parkeren. Maar kan de Slagboom open? Nou, en ik werd, ja, dus, en ik dacht van, ik probeer het gewoon. En de Slagboom ging open. Dus ik dacht, oké, nou, ik rij maar gewoon naar binnen. En toen heb ik mijn auto daar geparkeerd. En toen ben ik gewoon... En dat is me echt heel vaak gelukt op die manier. Ja. Ja. Maar was dat dan ook een hele vette BMW? Of nee, het was echt de allergaarste auto die echt volgens mij 4 weken daarna werd die totaal losverklaard. En ze dachten dat dat de auto van... Want dat was een Vlaamse speler die bij Ajax... Klopt. Ja. Ik weet niks van voetbal. Maar... Nee, jazeker, ja. Ja. Ja, dat hij in zo'n auto reed. En dat is jaren gelukt. Ja, dat is wel op een gegeven moment gestopt omdat ik 1 keer naar binnen ging. Ik ging ook steeds meer vrienden meenemen. Zo. Ik zei, En op een gegeven moment stond ik in de arena tijdens een oefenwedstrijd... en toen was er gewoon heel weinig publiek. En toen weet ik nog dat ik vlak bij het veld stond... en dat Jan Vertonghen het veld op kwam lopen. En die ging voor mijn neus een bal staan hoog houden... en hij keek me strak in mijn ogen aan en toen dacht ik... Oh, hij weet het. Hij weet het. En toen ben ik nooit meer gekomen. Ik zou het ook heel eng vinden eigenlijk als iemand naar me toe komt... en zegt, ja, dan komt hier al heel lang een man die zegt dat hij jouw broer is. Doodeng. Ja, ja. Ik heb er zin in. Ook deze dingen mogen van mij betreft ook wel verfilmd worden door jou. Dit zijn hartstikke leuke verhalen. Ja, toch? Ja, wellicht. Ik ben heel blij dat je er was. We gaan allemaal met heel veel spanning en plezier kijken naar Sleepers. Succes. En kom vooral nog een keertje terug. Laat je horen voor Robert de Hoog. En jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Wauw, liggen de hele avondshow-afleveringen nou alweer bij NPO Start in de schappen? Ach, het is ook elk jaar vroeger. Maar ik vind ze stiekem toch wel... Tijd ook wel weer lekker eigenlijk.